Jan-Willem Rodenburg van Mater Mosa kon vrijdag op het terrein bij de Maas nog flink aan het werk. En dat vanwege een flinke tegenvaller bij de opening van de tempel. De eerste voorstelling voor de pauze verliep nog prima. Maar toen gooide het weer roet in het eten. Nou ja, of het nou de Griekse weergoden waren, weet ik niet. Maar er waren in ieder geval weergoden in het spel. Want we hebben tot de pauze een prachtige voorstelling van het Toverbaltheater gehad. In de pauze is even heel goed gekeken naar de buienradar en gedacht van als we nu het publiek weer terugroepen, de tribune op en we gaan nu verder met het Maastheater, met de Grieken, dan zijn we precies voor het volgende onweer zijn we klaar. Dus dat hebben we gedaan en nog geen 10 minuten nadat de voorstelling na de pauze begonnen was, brak de hel los en hebben we moeten besluiten om de mensen in veiligheid te brengen. Dus we hebben de voorstelling afgebroken en de mensen geëvacueerd van het terrein. De bezoekers bij de opening misten dus een groot deel van het programma. Vrijdag was Rodenburg nog hard aan het werk om daarvoor een goede oplossing te vinden. Nou, we vinden wel dat de mensen die gisteravond maar de helft van het programma hebben meegemaakt, dat we die nog iets moeten bieden. Dus die gaan we de gelegenheid geven om ofwel vanavond naar Marij van der Boom te komen luisteren, de Meegense zangeres. Of morgenavond naar de film Le Gamin au Vélo, een prachtige film van de gebroeders Dardenne. En we zijn ook nog aan het kijken of we met het Maastheater nog een moment kunnen vinden waarop ze terugkomen. Of dat gaat lukken, dat is nog zeer de vraag. Het is allemaal heel korte termijn. De afgelopen week is er onder leiding van kunstenaar Antoon Versteegde samen met vrijwilligers en medewerkers van bedrijven hard gewerkt om de tempel te bouwen. Dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt. Nou, het is een community art project. En community art, dat betekent dat de kunstenaar iets bedenkt en ontwerpt. En daar de materialen voor laat komen en de begeleiders voor neerzet. En dat wij moeten zorgen dat er zoveel mogelijk mensen komen. En dat je dan gaat kijken hoe het proces verloopt. En of er genoeg mensen zijn en of ze genoeg zuilen bouwen in die tijd. Dat weet je van tevoren niet. Dus dat is een verrassingsproject. Dat is het altijd als je met community werkt. Nou, dit is de uitkomst van 2,5 week bouwen met 500-600 mensen. En als we er 1000 hadden gehad, dan was hij klaar geweest. En nu is hij niet helemaal klaar, maar hij is enorm groot en enorm indrukwekkend. Over 2 jaar moet aan de Maas de Luxor-tempel gebouwd gaan worden. En die is nog vele malen groter. Dan zal er in ieder geval beter vooruit gepland moeten worden. Ja, en daarom ben ik zo blij dat we dit jaar een tussenstap hebben gedaan met Parthenon. Een project waar we een hele hoop lessen uit kunnen trekken, waar we van kunnen leren. En we moeten zeker dit najaar, als alle rust is wedergekeerd langs de Maas, maar eens even gaan kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. En welke partners we daarvoor nodig hebben. En dan gaan we vervolgens er fors mee aan de slag. Dit weekend zijn er dus nog voorstellingen rond de tempel. Daarna blijft hij nog staan tot en met 13 september, voor hij weer wordt afgebroken.